Goedemorgen. We zijn hier vandaag te gast bij Stal de Mersken voor alweer een locatiekeuring. Na een aantal dagen van tropische temperaturen hebben we vannacht gelukkig wat regen gehad en is de temperatuur een stuk aangenamer. En ik ben ook blij dat we samen met Corrie Terpstra dat we buiten kunnen keuren. We hebben vandaag een vol programma, 33 paarden te keuren, waarvan een grote groep opnames. We gaan beginnen. Ladies and gentlemen, good morning and welcome at the inspection at location at the Mersken Stables. We have 33 horses to inspect today and I hope you enjoy the keuring. Die kant op praten. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Vierjarige Veulenboek Mary. Mary die voldoende rasuitstraling heeft. Een wat meer neklengte zou mogen hebben. Waardoor de hoofd-halsverbinding ook wat lichter wordt. In de bouw heeft ze toch een hele matige aansluiting van rug naar kruis. Dus de lenderen zouden sterker mogen. Wel een goede schouderpartij. Wat beenwerk betreft hebben we een bemerking op met name de bouw van het rechte spronggewricht. En ook links zou correcter mogen. De stap zou zuiverder mogen. De merrie heeft daarentegen een opvallend goede draf met veel afdruk en veel balans. Maar de beperking op het beenwerk en op bouw maken dat deze merrie vandaag niet wordt opgenomen. The result of number 1. She is not accepted in the studbook because of the stance of the legs and because of the conformation.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Goede verticale halsrichting, maar de hals zou iets meer lengte mogen hebben. Merrie die sierlijke beleiding heeft en goed in elkaar zit. Misschien iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Wat beenstanden betreft zouden we het voorbeen is iets hol, het achterbeen is iets gehoekt. De merrie stapt met veel veer en sluit goed aan. In draf heeft de merrie heel weinig tempo nodig om tot dragen te komen. Heel veel afdruk, veel vouw in het been, veel trit. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 2, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een langgelijnde merrie met een mooie lichte hoofd-halsverbinding. De halsrichting zou wat verticaler mogen. Merrie die ook een goede romprichting heeft, een goede bovenlijn. Het kruis zou misschien iets minder hellend mogen. Wat beenwerk betreft, het is mooi droog. Het achterbeen zou iets minder gehoekt mogen zijn. De stap die zou overtuigender mogen. De merrie sluit wel voldoende aan, maar zou meer ruimte, meer lichaamsgebruik mogen tonen. In draf waardeert de merrie zich enorm op. De merrie toont veel oprichting in draf en veel makkelijkheid, lossigheid en schakelend vermogen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 3, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 4. Een merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Wat strakke bovenlijn heeft. Wat rasuitstraling betreft voldoende expressie in het hoofd. De hals die zou, of de hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen. Paard dat beschikt over droog beenwerk. De kootstand is wat week en het achterbeen is wat sabelbenig. De merrie die stapt als in voldoende ontspanning is takmatig en voldoende ruim. In draf toont de merrie veel ruimte en zweefmoment, maar we zouden graag meer snelheid in het achterbeen zien. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 4, she is accepted in the studbook with a third premium. Bij de uitslag van catalogus nummer 5. Een merrie met veel expressie in het hoofd en veel behang. Merrie die in bouw wat evenrediger gebouwd zou mogen zijn.
Wat beenwerk betreft zouden we graag de voorbeenstand van met name het rechter voorbeen correct te zien. Dat is erg toontredend. Ook het achterbeen zou wat minder sabelbenig mogen zijn. De stap is voldoende ruim met voldoende lichaamsgebruik. In draf mag de merrie meer ruggebruik tonen en ook het achterbeen resoluter onder de massa plaatsen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 5, she is accepted in the studbook, no premium. Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie met een heel imponerende voorhand. Veel rasuitstraling. Een mooie verticaal gerichte hals. Een edel hoofd, veel behang. Merrie die lang gelijnd is. Die misschien iets meer gesloten zou mogen in de bovenbouw. En iets meer opwaartse romprichting zou haar ook niet misstaan. Merrie beschikt over droog beenwerk. Achterbeen mag iets minder gehoekt zijn. Merrie stapt met veel lichaamsgebruik en takt. En voldoende ruimte. In draf is dit wederom een merrie die heel weinig tempo nodig heeft om in balans te komen. Merrie met veel afdruk. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 6, she is accepted in the studbook and declared star with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Een merrie met een veel expressie in het hoofd, ook voldoende behang. Zou misschien wat zwarter van kleur mogen. De merrie toont iets onderhals. Merrie is goed gesloten in bouw. Zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Beschikt over droog beenwerk. Merrie die stapt met voldoende lichaamsgebruik en voldoende takt. Zou iets resoluter mogen. In draf toont ze veel vouw in het achterbeen en veel lossigheid. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 8. She is accepted in the studbook and declared star with the second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een paard die wat rasuitstraling betreft meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat meer neklengte zou mogen hebben, waardoor het paard wat meer uitdrukking krijgt. Een paard die voldoende sterke bovenlijn heeft, iets opwaarts gebouwd mag zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbenen is iets sabelbenig. Deze merrie die waardeert zich enorm op in beweging en dan valt met name de positieve stap op. Een paard dat met veel lichaamsgebruik stapt en heel taktvast is, ook veel lengte in de stap laat zien. De draf heeft een voldoende krachtig achterbeen. Deze merrie op basis van de beweging wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 9, she is accepted in the studbook with a second premium because of her movement and especially the walk was very good.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een merrie met zeer veel rasuitstraling. Deze merrie krijgt een 9 op rasuitstraling omdat hij toch heel goed aan het ideale plaatje uit het fokdoel voldoet wat rasuitstraling betreft. Ook zeer correct in bouw. Lang gelijnd en een voldoende gesloten bovenlijn. De beenstanden zijn correct en het beenwerk is ook hard. De stap die toont veel tact en veer. De merrie die heeft een sublieme draf waarbij je vooral kunt zien dat de merrie in de wendingen eigenlijk vanuit stilstand al zoveel balans toont. Heel veel schakelend vermogen heeft, een lust om naar te kijken. Dus deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 10, she is accepted in the studbook with the first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een merrie die een hele moderne opdruk heeft, hoogbenig is, lang gelijnd, hele mooie beleiding, sierlijke beleiding heeft. Ook een hele mooie voorhand heeft met een sprekend hoofd, veel behang en een mooi verticaal gestelde hals. De merrie die zou wat beenwerk betreft, het is voldoende droog. De hoeven, met name voor, die zouden wat meer versenen mogen hebben. En ook de voorbeenstand zou iets correcter mogen. Het paard stapt met voldoende ruimte en voldoende takt. Ze zou iets meer lengte misschien mogen hebben. De merrie draaft met veel balans opwaarts
en veel ruimte. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een eerste premie. Result of number 11. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die goed in elkaar zit, maar wat langer gelijnd zou mogen zijn. Goede bovenlijn heeft. Het beenwerk is correct gesteld en droog. Het beenwerk is van zijaanzicht correct gesteld. Van vooraanzicht zou de voorbeenstand wat correcter mogen, dus iets toontredend. De stap is afgepast en zou meer lichaamsgebruik mogen tonen. In draf toont de merrie voldoende vouw in het achterbeen, maar blijft in een hoog ritme draven. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 12, she is accepted in the studbook with a third premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een merrie die wat meer rasuitdrukking zou mogen hebben, wat meer neklengte en wat meer nek-halslengte. Merrie die wat bouw betreft een mooie schuine schouder heeft, zou wat meer schoftontwikkeling mogen hebben. Het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. Merrie beschikt over droog beenwerk. De voorbeenstand is wat toontredend. In stap had de merrie wat last van spanning, waardoor de stap wat taktonzuiver was. Later hebben we gezien dat de stap beter werd. De draf toont zijn goed gebruik van het achterbeen, ook een mooi gebruik van het voorbeen. Dus de merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 13, she is accepted in the studbook with a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een merrie die
Het hoofd zou wat minder lang mogen, zou wat meer uitstraling mogen hebben. De merrie die in bouw wat evenrediger, wat meer gesloten zou mogen zijn. Ook de voorbeen zou wat langer mogen. Merrie die beschikt over correct gesteld en heel hard beenwerk. De stap die heeft voldoende tak, maar het achterbeen mag meer doortreden, mag meer lichaamsgebruik tonen. De merrie waardeert zich enorm op in de draf. Daar toont ze een heel goed gebruik van het achterbeen. Veel vouw, heel makkelijk, veel lossigheid. En de kwaliteit beenwerk en de kwaliteit van de draf maken dan ook dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek. En ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 15, she is accepted in the stud book with the second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 16. Merrie met veel behang. Merrie met een expressief hoofdje, ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die grootramig is, voldoende sterke bovenlijn heeft. De lendenen, de aansluiting zou misschien nog iets sterker mogen. Ik zei net een goede bovenlijn, maar in de lendenen zou die iets sterker mogen. Wat beenwerk betreft hebben we een bemerking op de linker voorknie. Die zou wat droger mogen zijn. In de stap zou de merrie meer zuiverheid mogen tonen. In de draf heeft de merrie voldoende zweefmoment. Zou het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 16, she is accepted in the studbook, no premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 17. Merrie met veel behang. Merrie die misschien iets meer jeugd zou mogen uitstralen. De merrie heeft een goede bovenlijn. Het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Iets meer lengte hebben. Beenwerk is voldoende droog. De voorbeenstand is iets toontredend. De merrie waardeert zich enorm op in beweging. In stap toont ze veel lichaamsgebruik. De draf is opvallend opwaarts met een heel mooi gebruik van het voorbeen. De merrie vertrekt elke keer op een hele goede wijze. En de beweging maakt dan ook vandaag dat ze ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 17, she is accepted in the studbook with the, and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag voor catalogus nummer 18. Een merrie die een sprekend hoofd heeft, die wat meer neklengte zou mogen hebben. Een merrie die in bouw een voldoende sterke bovenlijn heeft, maar wat opwaartse gebouwd mag zijn. Het beenwerk zien we wat kwaliteit betreft graag wat droger. De stap zou ze meer zuiverheid mogen tonen. In draf heeft ze veel vouw in het achterbeen, maar ze heeft moeite om in balans te komen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 18, she is accepted in the studbook, no premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 33. Een merrie met een hele aansprekende voorhand, met name door de verticale halsrichting. Een merrie die beschikt, die evenredig gebouwd is, sterke lendenpartij heeft, goede kruisligging heeft.
Beschikt ook over hard en droog beenwerk. Mary die in draf lichtvoetig is en voldoende opwaarts beweegt. Maar helaas in de stap toont ze zodanig onvoldoende regelmaat dat we haar vandaag niet op kunnen nemen. Number 33, the result. It's a very nice mare with good breed expression. Vertical stance of the neck. The conformation is correct with a good top line and strong loins. And a good shape of the croup. The quality of the legs is dry and the stances are good. The trot is powerful. But unfortunately, the walk is not regular. And that means that we cannot accept this mare in the stud book today. Unfortunately. We gaan nu even pauzeren. 3 kwartier. En we komen... Om 11:45 beginnen we, gaan we verder met de stamboekmerries. En we zien u graag dan weer. We have a break now of 45 minutes. And we hope to see you again after the break. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 19. Een merrie van 7 jaar oud met voldoende jeugduitstraling. Merrie beschikt over een lange hals en een voldoende lichte hoofd-halsverbinding. Het hoofd zou iets sprekender mogen. De merrie die in de bouw valt ze op door haar goede kruisligging en brede lendenen. De beenstanden zijn correct. De stap die toont weinig buiging in het achterbeen en is gehaast en mist lengte. Zou meer door het lichaam mogen. In draf toont ze voldoende buiging in het achterbeen, voldoende kracht. Deze merrie krijgt vandaag een 3e premie.
The result of number 19, she gets a third premium. Catalogus nummer 20 is een 7-jarige Mary die een voldoende edel hoofd heeft, een mooie halsvorm heeft. Mary die in bouw wat driedelig aandoet, wat meer gesloten zou mogen zijn in bouw, ook wat opwaartse gebouwd zou mogen zijn. De Mary die zou in stap resoluter mogen stappen met meer lengte. In draf zouden we graag wat meer lichaamsgebruik zien. Deze Mary wordt vandaag niet geprimeerd. Number 20. Doesn't get a premium today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Een merrie met veel rasuitstraling. Een robuuste merrie, lang gelijnd, goede bovenlijn. De broekspier die zou wat verder door mogen lopen. De merrie beschikt over droog beenwerk. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. In zowel stap als draf zouden we graag meer lichaamsgebruik willen zien. De merrie die sluit voldoende aan in stap, maar zou meer activiteit mogen tonen en meer lichaamsgebruik. In draf toont ze veel takt, maar ook hier zouden we graag meer ruggebruik zien. De merrie krijgt een derde premie vandaag. Deze merrie die heeft voor ons voldoende punten op het exterieur en voldoende vertrouwen in de beweging dat we deze merrie vandaag ook voorlopig ster maken. Dus deze merrie mag een test doen. Als ze dan in stap en draf gemiddeld 6,7 haalt, dan kan ze alsnog het sterpredicaat behalen. The result of number 21. She gets a third premium and she is declared preliminary star. She can do an aptitude test and if she has 6,7 on average on walk and trot, she can become star. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Een merrie die wat rijker in rasuitstraling zou mogen zijn. Wat bouw betreft ook sterker in de aansluitingen en wat opwaartser gebouwd zou mogen zijn. Beenwerk is droog en de beenstanden zijn voldoende correct.
De merrie die stapt met voldoende ruimte en veer en takmatig. In draf waardeert deze merrie zich aan de hand op. De merrie draaft met een krachtig achterbeengebruik en veel ruimte. Ze heeft ook al een goede test gedaan, maar de beweging aan de hand is op dit moment zodanig overtuigend dat ze vandaag ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 22, she is declared star today with a second premium. Uitslag van catalogus nummer 23. Een royaal ontwikkelde merrie met een hoofd met voldoende expressie. Een lange hals die wat verticaler gesteld mag zijn. De merrie is wat naar voren gebouwd. Zou wat sterker in de aansluitingen mogen zijn. We hebben een bemerking op de kwaliteit van de rechtervoorknie. De stap heeft voldoende lengte en takt. In draf zouden we graag wat meer lossigheid willen zien. Het voorbeen zou wat verder weggezet mogen worden. En het achterbeen mag nog meer onder het massa worden geplaatst. Vanwege de kwaliteit van het beenwerk wordt deze merrie vandaag niet geprimeerd. Number 23. She doesn't get a premium today because of the quality of the legwork.
Hierbij de uitslag. Oh ja, kan hij? Hierbij de uitslag van catalogus nummer 24. Een merrie met een sympathieke uitstraling, fraaie halsvorm, veel behang. De merrie die is voldoende gesloten in bouw, zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Mist nog wat bespiering over de bovenlijn, maar deze merrie is dit jaar zogend geweest. De merrie beschikt over droog beenwerk en voldoende correct gesteld beenwerk. De stap is resoluut met veel activiteit. In draf toont ze goede vouw in het achterbeen en veel lossigheid. Deze merrie die krijgt vandaag een eerste premie en daarmee ook een uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Result of number 24, she is invited for a second inspection today and deserves a first premium. Bij de uitslag van catalogus nummer 26. Een merrie die wat rasuitstraling betreft een fraaiere halsvorm zou mogen hebben. Wel voldoende expressie in het hoofd. Merrie die heeft een voldoende sterke bovenlijn. Zou iets opwaartse gebouwd mogen zijn. De beenstanden die zijn correct. Het beenwerk is voldoende droog. De stap is ruim en takmatig. In draf toont de merrie voldoende zweefmoment en balans. De merrie wordt niet, ondanks al deze, goede commentaar, wordt de merrie niet uitgenodigd voor een tweede presentatie. Het is een zeer correcte stermerrie, maar voor een eerste premie zou ze op alle fronten nog net iets hoger moeten scoren. Dankjewel voor de presentatie. Catalogus nummer 26 is not invited for a second inspection today.
De uitslag van catalogus nummer 27 is een merrie met veel rasuitstraling, veel expressie in het hoofd en veel behang. De merrie die zou een wat meer voorbeenlengte mogen hebben en iets sterker in de rug mogen zijn. De merrie beschikt over keihard beenwerk. De stap is actief. De draf heeft veel vouw in het achterbeen, maar zou het achterbeen meer naar voren mogen bewegen in plaats van naar achteren. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Result of number 27, she is not invited for a second inspection today.
uitslag van catalogus nummer 28. Een langgelijnde merrie die voldoende sprekend in het hoofd is. Beschikt over een hele lange hals die wat verticaler gesteld mag zijn. De merrie die heeft een goede romprichting, voldoende gesloten in de bovenlijn. Het beenwerk is droog. De stap had ze in het begin wat moeite met de zuiverheid, dat werd later voldoende. In de draf waardeert deze merrie zich enorm op. Veel afdruk, veel zweefmoment en lossigheid. En met name de draf maakt ook dat deze merrie vandaag een eerste premie krijgt en een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Result of number 28, she is invited for a second inspection today. Uitslag van catalogus nummer 29. Het is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die in bouw wat geslotener mag zijn in het middenstuk. Ook wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie die wat gehoekt is in het achterbeen, wel voldoende droog beenwerk heeft. In stap die is voldoende ruim, maar zou meer buiging in de sprong mogen tonen. In de draf toont ze voldoende ruimte, maar ze blijft wat op de voorhand draven. Een hele mooie ster, merrie, maar vandaag geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Number 29. The breed expression is more than sufficient. In the confirmation, she could be stronger in the back. Also, the croup could be less sloping. The quality of the legs is sufficient. The hocks are a bit sickle hocked. In walk, she has enough length, but she could have more it could be more active. The trot has enough length,
but could be more uphill. She doesn't get an invitation today for a second inspection. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 30. Een prachtige rasvertegenwoordiger. Weinig aan te merken op zijn rasuitstraling. Ontzettend veel trotse uitstraling. Veel behang, fraaie halsvorm. Edel hoofd, veel expressie. Dus een genot om naar te kijken. Ook in bouwen is deze hengst goed gelijnd. Zit sterk in elkaar. Evenredig gebouwd. Beschikt over correcte beenstanden. De stap die zou meer ruimte mogen hebben. In de draf toont deze hengst een krachtig achterbeengebruik. En dat resulteert ook in een heel mooi weggezet voorbeen. Deze hengst wordt vandaag ster verklaard. Result of number 30. He is declared star today.
De uitslag van catalogus nummer 31. Het is een langgelijnde hengst die wat meer rasuitdrukking zou mogen hebben. En dat ligt met name aan de halsrichting. De hals is wel lang, maar zou verticale gesteld mogen zijn. Langgelijnd en voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen, wel voldoende correct gesteld. In de stap, de hengst is in beweging wat afgeleid. In stap ontbreekt het aan zuiverheid. Ook in draf heeft de hengst moeite met balans. Op dit moment wordt de hengst geen ster verklaard. Result of number 31 is not declared star today. Nee hoor, stel maar op. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 32. Een hengst met ruim voldoende rasuitstraling. Voor het mooie zou het oog wat groter kunnen zijn. Een hengst die correct gebouwd is. Voornamelijk beschikt over een hele mooie schouderschofpartij. Ook een goede kruisligging. Heeft correct gesteld beenwerk van zijaanzicht. Van voren bekeken is hij iets toontredend. De stap is actief, zou meer lengte mogen tonen. In draf waardeert deze hengst zich enorm op. Door een heel goed gevouwen achterbeen, wat ook goed onder de massa wordt gezet. Wat leidt tot opwaartse romprichting in draf. En dat maakt dat deze hengst vandaag ster wordt verklaard. Result of number 32. This stallion is declared star today.
Ja, beste mensen, we gaan weer een stapje verder. We gaan nu op voor kroonverklaring. En bij kroonverklaring is het belangrijk om je te realiseren dat zowel exterieur als beweging los van elkaar boven gemiddeld moeten zijn. En wel minimaal een 7,5 gemiddeld moeten zijn. Dus rasbouw, beenwerk 7,5 gemiddeld en beweging 7,5 gemiddeld. En ze kunnen niet meer voor elkaar compenseren. Dat gezegd hebbende, de uitslag van deze Mary. Mary met hele fraaie voorhand, veel rasuitstraling, die we in bouw graag wat geslotener zouden zien en iets opwaartse gebouwd zouden zien. Ook het achterbeen is een fractie sabelbenig. De Mary liet zich vanmorgen in beweging overtuigender zien. Het is een jonge Mary, vandaag wordt ze niet voorlopig kroon. Ze blijft een hele mooie eerste premie Mary. The result of number 6. She is a first premium star mare. And she is not upgraded to preliminary crown. De uitslag van nummer 10. Als we het over een overtuigende presentatie hebben, dan is dat zeer zeker van toepassing op deze Mary. Een hele fraaie rasuitstraling, een Mary die zeer correct is gebouwd. Een Mary die droog beenwerk heeft, een Mary die ook direct resoluut wegstapt met veel ruimte en lichaamsgebruik. Ook in draf een genot om naar te kijken, dus deze Mary wordt voorlopig kroon verklaard. Result of number 10, she is declared preliminary crown.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 11. Zoals vanmorgen ook al gezegd, een hoogbenige merrie met veel rasuitstraling. Die wat correcter kon in de voorbeenstand rechtsvoor. Een merrie die zich helaas in beweging nu niet zo overtuigend presenteert als vanochtend. Het is een jonge merrie. Wordt vandaag niet bevorderd naar voorlopig kroon. Helaas omdat de bewegingen daarin op dit moment nog niet toereikend zijn. Wel een heel fraai exemplaar. En we zouden het zeker nog een keer proberen. Eerste premiester, Mary. Catalogus nummer 11 is not declared provisional crown today. Van catalogus nummer 24. Zevenjarige stermerrie die dit jaar een veulen heeft gezoogd. Merrie met veel rasuitstraling. Die voldoende gesloten is in de bovenbouw. Misschien iets opwaarts gebouwd mag zijn. Maar voldoende sterk gebouwd is. Ook over voldoende kwaliteit beenwerk beschikt. De merrie presenteert zich aan de hand wederom op een goede manier. Een hele actieve stap met een goed gebruik van het achterbeen. Ook in draf weer een voldoende kracht. De merrie heeft een IBOP van 77,5 punt. En dat maakt dat deze merrie vandaag kroon wordt verklaard. Result of number 24. She is declared crown today.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 28. Een grootramige, langgelijnde, moderne merrie. Die misschien net wat meer luxe zou mogen hebben. Merrie die vandaag helaas in stap niet voldoende zuiver is. Ze excelleert wel in draf. Maar de stap is vandaag de beperkende factor om graadverhoging te bewerkstelligen. Dus deze merrie wordt vandaag helaas niet voorlopig kroonverklaard. Catalogus nummer 28 is not declared preliminary crown. An excellent trot, but the walk was not sufficient. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze locatiekeuring. Hier bij Stal de Mersken in Siegerswoude. Ik wil u nog even wijzen op het feit dat er in het FCD in Drachten een sales day is. Van allerlei KVPS artikelen met hoge kortingen. U bent daar van harte welkom. Verder wil ik hier de aanwezigen bedanken en ook Stal de Mersken en het hele ruiterteam. Vanwege de snelle aanvoer kon deze keuring spoedig verlopen en zijn we mooi op tijd klaar. Ook Adriaan en Karin bedankt voor het fotograferen en het filmen. En natuurlijk mijn collega Corrie, met wie ik heel fijn heb kunnen samenwerken. We zien u graag terug. Er zijn veel keuringen morgen. Ik weet niet welke livestream er morgen is. Hestegaarden. Ja, we hebben een veulenkeuring in Oldolpaarden, een herkeuring in Harig. Dus volop KFPS evenementen. Ik wens u nog een fijne dag toe en graag tot een volgende keer. Ladies and gentlemen, thank you for watching again. And we hope you have a good day today and we hope to see you again. Thank you.